Ik ben echt super slap in Roblox. Want ik ga een potlood gooien. Alleen, zoals je kan zien, gooi ik mijn potlood niet heel erg ver. Nou, op zich is het best wel ver. Namelijk 1.300 stuts. Maar uiteindelijk kan je gewoon naar 95.000 stuts gooien. En dat is mijn doel. Alleen, om dat doel te halen, moet ik veel meer spierballen krijgen. En nu heb ik dus maar 300 spierballen. En per seconde krijg ik maar 1 spierbal erbij. Ik heb een idee. Je kan namelijk naar de winkel gaan en dan kan je VIP kopen. Maar dat heb ik natuurlijk al gekocht. Dus dat betekent dat ik in plaats van deze grijze gewichtjes, waar je dus heel weinig spierballen van krijgt, naar de rode gewichtjes kan. En daar krijg ik dus echt superveel spierballen per keer erbij. En dan hoop ik dat ik dat potlood een stuk verder kan gooien, want dan krijg ik namelijk muntjes. En met die muntjes kan ik dus ook weer wat eitjes openen, waardoor ik nog meer spierballen krijg en daarmee nog meer muntjes. En daarmee kan ik dus vervolgens weer van deze items kopen, want hoe zwaarder een item is, hoe verder je kan gooien in Roblox. Ik weet niet of dat in het echt ook zo is. En heb ik al genoeg geld om een eitje te kopen? Nee. Weet je wat? Laat ik maar weer even een potlood gooien. Kijk, ik kom nu al veel verder dan 1.300, namelijk 1.800. Waardoor ik 1000 muntjes erbij krijg. En daarmee kan ik een eitje openen. En wat ga ik uit mijn eitje krijgen? Een blue bubble. Wat heb ik nou weer aan een blue bubble? Laat ik hem eraan zetten. 500. Wat betekent 500? Krijg ik nu veel meer spierballen erbij? Oeh. Oh ja, zeker. Nu krijg ik zeker meer spierballen erbij. Dit is perfect. In totaal heb ik nu namelijk 1.800 spierballen. Alleen ik heb echt veel meer spierballen nodig dan dit. Dus laat ik maar gewoon al deze rode gewichtjes verzamelen en super sterk worden. En kan ik al een nieuw item kopen? Eens even kijken. Een waterflesje. Die kost 50.000 muntjes. Oké, dat is echt heel veel. Oké, ik heb een idee. Laat ik mijn potlood maar weer gooien. En kan ik nu verder gooien? Wow. Oké, ik kan overduidelijk verder gooien. Namelijk naar bijna 5.000 stuts. En je kan gewoon in totaal naar 95.000 stuts gooien. Hoe vet is dat als dat mij lukt? En natuurlijk gaat me dat lukken, dat weet ik zeker. Eens even kijken. Kan ik niet nog meer dingen kopen? Want dat volgende eitje is 200.000 muntjes. Dat is echt heel veel. Maar ik kan 250.000 muntjes kopen voor 50 Robux, dus dat gaan we natuurlijk even doen. En daarmee kan ik dit eitje openen. En wat ga ik krijgen? Ik krijg een groene piramide. Wat kan ik nou weer met een groene piramide? Weet je wat? Laat ik hem maar gewoon aanzetten. Nu krijg ik nog... Oh, ik krijg echt heel veel spierballen per keer erbij. Ik krijg namelijk van de rode gewichtjes ongeveer 2000 spierballen per keer erbij. Oké, betekent dat dan ook dat ik mijn potlood nu verder kan gooien? Dat zou ik wel leuk vinden. Laat ik het proberen. Overduidelijk kan ik me nu veel verder gooien. Sterker nog, ik zit al bij de 55.000 bijna. Ik ben al gewoon over de helft met alleen al een potlood. Ik heb nu 77.000 muntjes gekregen. En daarmee kan ik een flesje water kopen. Dus hoe ver kan ik nu mijn flesje water gooien? Die kan ik een stuk minder ver gooien. Ik snap hier helemaal niks meer van. Hoezo kan ik daar weer een flesje water minder ver gooien? Maar volgens mij krijg ik nu wel meer muntjes. Dit moeten we testen. Als ik een potlood gooi, kan ik die echt super ver gooien. Namelijk bijna naar de 50.000 stuts. Of meer dan 50.000 stuts. En dan krijg ik 25.000 muntjes erbij. Maar gooi ik het flesje water, dan kom ik dus wel een stuk minder ver. Namelijk 30.000 stuts. Alleen hoeveel muntjes krijg ik er dan bij? Dan krijg ik 22.000 muntjes erbij. Dat is veel minder dan ik had gedacht. Maar het zal vast wel beter zijn. Ik raak ook weer helemaal afgeleid. Ik moet gewoon sterker worden. Want ik weet het niet zeker, maar volgens mij zijn er meerdere levels. En ik moet naar het volgende level zien te komen. Wat nou als ik gewoon heel veel spierballen verzamel? Dan gooi ik uiteindelijk dat potlood helemaal naar de 100.000. En dan kan ik misschien gewoon naar het volgende level. Dat is veel leuker dan dit saaie level. Dan kan ik namelijk nog betere eitjes openen. Dit is perfect. Oké, dit moet ik proberen. We pakken even een potlood erbij en we gaan nog gooien. Komen we nu bij de 100.000? Wow. Wow, 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 wow. Ik kom echt heel ver. Oh, ik kom bij de 100.000. Oftewel, ik heb de finish gehaald. En nu krijg ik 50.000 punten erbij en ik sta nummer 1. Kan ik nu naar het volgende level? Oh, daarvoor moet ik een rebirth doen. Oh. Weet je wat? Laat ik dit maar gewoon doen. Het is tijd voor een rebirth. Dat kost 50 miljoen. 50 miljoen. Ik heb helemaal geen 50 miljoen. Dat meen je niet. Ik word naar het volgende level. Oh. Wacht eens even. Ik heb hier een toilet. Wat gebeurt er als ik een toilet gooi? Huh? Oh, ik gooi gewoon een skibbery toilet. Gooi ik gewoon. Alleen nu kom ik echt niet ver. Omdat het toilet natuurlijk veel zwaarder is. Maar hoeveel muntjes krijg ik dan? Dan krijg ik 16.000 muntjes. Nou, ik moet echt veel, veel, veel sterker worden. Wil ik naar
naar het volgende level kunnen. Wat nou, al koop ik een goud ei. Dit kost me alleen wel 300 Robux. Maar weet je wat, we gaan het gewoon doen. Wat ga ik krijgen uit mijn gouden ei? Een sparkling cube. Wat heb ik nou weer aan een sparkling cube? Hoeveel extra geeft die? Die geeft me 20.000 extra punten. Dat is echt heel weinig. Want die andere gaf me 15.000 extra punten. En het kostte me 300 Robux. Ik ben opgelicht. Ik ga weer eens in die toilet gooien. Let's go. En ik kom echt totaal niet ver. Ik kom niet eens bij de 15.000 stuts. Maar hoeveel muntjes krijg ik erbij? Ik krijg er 30.000 muntjes bij. Oké. Laat ik maar gewoon een paar keer achter elkaar gooien. Dan kan ik in ieder geval heel veel geld verdienen. Dan kan ik weer een eitje openen. En dan kan ik nog verder gooien. Of nog meer spierballen krijgen. Per keer dat ik gooi, krijg ik nu 30.000 spierballen erbij. En hoeveel krijg ik er eigenlijk bij als ik gewoon mijn potlood helemaal naar het einde gooi? Ik vraag me af, krijg ik dan meer geld? Eens even kijken. We zijn bij de finish en dan krijg ik... Dan krijg ik 50.000 erbij. Dus Skibbity Toilet geeft me helemaal niet meer geld. Oké, eens eventjes kijken. Ik heb nu 500.000 muntjes. Dat betekent dat ik weer 2 eitjes kan openen. En we krijgen een blauwe piramide. En geef me nog maar een eitje. Geef me alsjeblieft geluk. Weer een blauwe piramide. Eens even kijken. Die blauwe piramides zijn helemaal niet zo goed. Oh, dit ben je niet. Dit vind ik echt niet leuk. Je hebt hier ook exclusieve pets. Misschien dat ik deze moet kopen. Wow. Deze zijn echt heel duur. Dat ga ik niet doen. Ik denk dat het tijd is om nu gewoon heel veel spierballen te verzamelen. En dan ga ik gewoon kijken of ik Skibbity Toilet gewoon echt heel ver kan gooien. Ik ben nu dus al die spierballetjes aan het verzamelen. En zoals je hier rechtsonder kan zien, was mijn top strength 130.000. En nu zit ik op 110.000. Dat komt omdat om de 4 minuten gaat je strength weer een stukje naar beneden. Dat is echt niet leuk. Nou, en er zijn ook heel weinig van die rode gewichtjes hier. Ik vraag me dus af. Als ik hier loop, krijg ik dan niet gewoon veel meer gewichtjes? Oh nee, dan krijg ik zeker niet veel meer gewichtjes erbij. Hier krijg ik echt veel meer erbij. Oké, ik ben nu al sterker dan dat ik net was. Eigenlijk moet ik iets van in totaal 300.000 sterkheid hebben. En misschien kan ik dan wel Skibbity Toilet gewoon naar de andere kant gooien. Als ik dat kan doen, dan krijg ik echt heel veel muntjes erbij. Dat zal echt perfect zijn. Of ik koop gewoon 5 miljoen muntjes. Want met die 5 miljoen muntjes, kijk, kan ik telkens weer dingetjes kopen op deze manier. Alleen heb ik nu wel allemaal items gekocht. En daar heb ik niks aan. Want dan krijg ik 1,7 keer mijn geld. Terwijl Skibbity Toilet is 2,5 keer mijn geld. Maar het is wel lichter. Dus misschien is het wel slim om te doen. Ik heb nu namelijk een auto gekocht. Alleen die kost 1,9 miljoen. En ik heb helemaal geen 1,9 miljoen meer. Ik kan wel deze boekenkast gooien. Wat gebeurt er als ik nu een boekenkast gooi? Of het is helemaal geen boekenkast. Het is een kast met allemaal dozen. Krijg ik dan meer geld erbij? Hoeveel geld krijg ik nu erbij? Ik krijg nu in totaal 70.000 munten erbij. Oké, dat is echt veel meer. Ik ga deze gewoon de hele tijd blijven gooien. En nu heb ik weer 5 miljoen muntjes. En daarmee kan ik dus weer een eitje openen. En hopelijk krijg ik wat heel goeds uit dit eitje. Een yellow blok. Wat heb ik aan een yellow blok? We gaan eens even kijken. Keer 130.000. Dit is perfect. Hoeveel sterkheid kan ik nu wel niet verzamelen? Volgens mij kan ik nu echt binnen no time naar 1 miljoen sterkheid. Dat zou echt perfect zijn. Oké, eens eventjes kijken. Zoveel spierballen verzamelen. En wat gebeurt er als ik nu de boekenkast gooi? Wow. Bij hoeveel stuts kom ik nu? Ik kom nu bij 70.000 stuts. En dan krijg ik 127.000 muntjes. Oké, dat is heel veel. Nou, wat gebeurt er als ik nu een Skibbity Toilet gooi? Krijg ik dan nog meer muntjes? Want Skibbity Toilet is namelijk wel echt heel erg zwaar. Ik kom niet eens verder dan 35.000 of 45.000. En ik krijg dan 105.000 muntjes erbij. Als ik gewoon nog meer sterkheid verzamel en Skibbity Toilet naar het einde kan gooien, dan kan ik denk ik heel snel heel veel muntjes verzamelen. Alleen om daadwerkelijk naar het volgende level te gaan en een rebirth te doen, heb ik dus 50 miljoen muntjes nodig. Dat is echt heel erg veel. Dat gaat me nooit lukken op deze manier. Maar wel als ik heel veel van deze rode gewichtjes weer ga verzamelen. Zoals je kan zien is mijn basissterkte hieronder 156.000. Dus als die 5 minuten hierboven voorbij zijn, begin ik dus altijd op 156.000. Dat is echt veel beter dan waar ik begon. Want toen had ik volgens mij maar 700 spierballen, wat dus echt heel erg weinig is. Oké, net had ik dus 500.000 spierballen. Ik ga kijken of ik nu meer dan 500.000 spierballen kan gooien. En dan ga ik gewoon zo vaak die Skibbity Toilet gooien, dat ik zoveel munten krijg. En dan misschien zelfs nog wel nog een eitje kan openen van 5 miljoen van die punten. Dat is wel echt heel erg veel. Maar dit moet gewoon, dit moet ik doen om naar het volgende level te kunnen. Ik heb al echt zoveel Robux uitgegeven. Dus like alsjeblieft deze video. Ik denk dat ik al wel 1000 Robux heb uitgegeven aan deze video. Wat echt heel erg veel is. Ik weet niet eens hoeveel euro dat is. Waarschijnlijk wel meer dan 10 euro. Waarschijnlijk zelfs wel veel meer dan 10 euro. Misschien wel 20 euro. Dit is echt zonde van mijn geld. Maar nu heb ik wel 3 hele coole pets. Oké, ik heb nu meer spierballen als dat ik net had. Dus laat ik maar naar de items gaan. En ik ga deze boekenkast gooien. Deze is namelijk minder zwaar dan een Skibbity Toilet. En dan krijg ik volgens mij dus echt veel meer punten.
punten erbij. Ik krijg nu namelijk, eens even kijken, 170.000 punten erbij. Oké, dan heb ik echt binnen no time 5 miljoen muntjes. En dan kan ik een nog betere pet kopen. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik gooide net mijn boekenkast. Of mijn kast met al mijn dozen. En wow, ik weet niet of jullie het zagen, maar ik gooide hem zo ver dat mijn hele game gewoon kapot ging. En ik heb er niet eens muntjes voor gekregen. Ik snap er helemaal niks van. Maar opeens kan ik echt veel verder gooien. Let's go! Ik heb nu alweer bijna 3 miljoen muntjes. Dat betekent dat ik nog 2 miljoen muntjes heb te gaan. En dan kan ik weer een eitje kopen. En dan hopelijk krijgen we weer echt een hele goede pet. En dan kan ik nog sterker worden en nog meer geld verdienen. Oké, het is mij gelukt om weer 5 miljoen muntjes te verzamelen. Dat betekent dat ik weer een eitje kan openen van 5 miljoen. Oh, dit kostte mij zoveel tijd. En ik krijg een groen blokje. Ik hoop dat het groene blokje goed is. Plus 110 erbij. Oké, nou op zich wel goed. En hoeveel sterkheid krijg ik nu per seconde erbij? Oké, we krijgen nu echt heel veel sterkheid per seconde erbij. Namelijk bijna 10.000. Oké, ik heb een idee. Wat nou, al ga ik de volgende ronde zoveel sterkheid verzamelen. Ga ik daarna de Skibbity Toilet gooien. En dan ga ik kijken of het mij gaat lukken om de Skibbity Toilet daar 100.000 studs te gooien. Dat zou echt geweldig zijn. Dan krijg ik heel veel geld. En misschien kan ik er ooit wel naar het volgende level. Want dit duurt echt heel erg lang. Ik begin wel echt heel gespierd te worden. Ik weet niet of je dat kan zien. Dan kijk hoe ver ik nu deze kast al kan gooien. Dat is echt niet normaal. Ik kan gewoon deze kast bijna gooien naar 100.000 studs. Oké, volgende ronde. Mijn basissterkte is 261.000. En nu staat de timer op 5 minuten. En ik ga 4,5 minuut alleen maar gewicht verzamelen om zo sterk mogelijk te worden. En Skibbity Toilet gooien. Oké, er zitten nog 30 seconden op de klok. Ik ben echt super sterk. Ik ben ook heel erg groot aan het worden. En ik heb bijna 700.000 sterkheid. Dus ik ga nog één keer al deze rode dingetjes hier verzamelen. Dan heb ik nu 700.000 sterkheid. Dan pak ik items erbij. Dan pak ik Skibbity Toilet. En dan gaan we Skibbity Toilet gooien. En hoe ver gaan we komen? Alsjeblieft naar 100.000 studs. Oh, ik kom niet verder dan 70.000 studs met Skibbity Toilet. En daarvoor krijg ik 170.000 muntjes. Oh, dit duurt zo lang. Ik geef het op. De volgende wereld gaan we nooit kunnen halen.